Oké. Ja? Weet je hoe je gaat beginnen? Ja. Oké, Erwin. Ja, goedenavond kijkers. Leuk dat jullie weer zijn deze week. Ik heb dus een receptje van een vriendje van mij. Oh, sorry. Die is er vandaag niet. Wat? En ik heb vanavond een gnocchi. Met het hart van een Romeinse slaagsel. Ik kan nog wel even wat zien. We hebben koplood, de verwortjes, deertjes zijn samen. We hebben hier lekker wat kleine tomaatjes. En ja, ik ben nu aan het verhaal. Ik heb een hele lekkere dressing gemaakt. Met een beetje anchovies. Kappertjes. Beetje zout. Water zit erin. Mayonaise, klein beetje mayonaise. Zelfgemaakte mayonaise. Dat heb ik in een van de eerdere uitzendingen kunnen zien hoe wij onze eigen mayonaise maken. Met een eitje, een dingetje, een beetje mosterd. Wat we nu gaan doen, ik ga nu zo. Heel belangrijk. Natuurlijk, in de Italiaanse keuken, basilicum. Ja? Wacht, kan je nooit. Toevallig normaal heb ik het. Ik heb het hier boven op het dakterras, kweek ik het zelf natuurlijk. Maar het is even gevroren vannacht. Het is ook kapot. Dus ik heb hier inderdaad wat basilicum. En, heel belangrijk, zelf geraspt. Serranoham. Ik geef hier even het woord aan Joost. Nokies? Ja, ik ga nu de nokies. Ga ik er nu bij doen? Heel belangrijk, even nog één dingetje, nog iets hier. Dat is een Italiaanse pasta gerecht. Dat maken ze van aardappel. Wat heel belangrijk is hij is gekookt in een klein beetje zout en groentebouillon. Die ga ik er nu bij gooien. Is al gekookt, hè? Wat ik heb gedaan, dat is wel even belangrijk om te zeggen, ik heb een klein shallotje, even een klein beetje olijfolie. Gefruit. Weet je wat? Knoflook, een teentje of drie, verse knoflook. En heel belangrijk, het hart van een Romeinse saladesoort. Dat is eigenlijk de soort waar je ook Caesar zet. Ja, logisch. Caesar salad, Romeinse salade. Ja. Parmezaanse kaas. Wat we ook nog hebben gedaan is. Walnoten. We hebben een walnootje of 4, 5, 6 opengebroken. En in stukjes in een bakje gegooid. Sla om, hè? Ja. Dit is zeg maar wat. Aangemaakt op professionele wijze. Het hart hiervan, zoals je kan zien, hebben we afgechopt en die ligt nu in de pan. Even kijken. Ik heb hier nog wat tomaatjes liggen. Wat zou ik daarmee doen? 2,5 minuut. 2,5 minuut. Je hebt nog 2,5 minuut. Mag ik even pauze? Oh, maar dit moet ik toch filmen dan? Ja, we gaan weer verder. Erwin, we zijn er weer. Ja. Leuk dat jullie er weer zijn. Wat ik heb gedaan is net een klein klontje roomboter door de Renouri. En een beetje of twee wilde verse spinazie. Dat roeren we lekker door elkaar. Ik heb hier al wat kleine tomaatjes gesneden. We gaan er zo doorheen. Hierachter is mijn assistent bezig. Die heeft een dressingje gemaakt. Ja. Dat is misschien wel leuk om zelf te vertellen wat je hebt gedaan met de dressing. Nou, ik heb dus een originele Caesar dressing gemaakt met een beetje knoflook, vers gemaakte mayonaise. En dat heeft mijn collega heeft het al voorbereid van tevoren. En een beetje knoflook en dat is al gezegd, parmezaan. Daar gaan we een bedje van maken en daarop gaan we de gnocchis doen. Met een klein beetje spinazie, verse spinazie. Zoals je ziet, dat gaan lekker hard gebakken. Hard ook. Er gaat zo meteen lekker een klontje roomboter heen. Dus je moet niet te hard roeren, maar dat heb ik van hem geleerd. Want anders worden de gnocchis kapot. Dus die doe je een beetje zo, zonder te knoeien dan eigenlijk. En dan iets meer spinazie. Roomboter had je dat? Ja, dat zit er allemaal in. Wil je meer? Het werkt niet, je gaat het samen. Basilicum,
En basilicum gaat als allerlaatste weg. Oh, de basilicum gaat als allerlaatste weg. Want anders verlies je de smaak. Anders verlies je de smaak, tuurlijk. Tuurlijk. Anders verlies je de smaak en dat is natuurlijk. En dat juist hebben we lekker. Erwin, we gaan naar de reclame. Nog één ding. Dat zijn natuurlijk onze sponsoren, die moeten we niet vergeten. We hebben vanavond een wijn, een Morgon, een Beaujolais. Die hebben wij gekocht. Want zij betalen uiteindelijk voor dit programma. Bij Henrik Bloem. En dat is kwaliteitswijnen in Utrecht. Op de Oude Gracht 18. Henrik, bedankt. Welke wijn is het? Het is een Morgon. Zet maar even neer. Heerlijk. Domaine Savoy. Zet maar even neer. In de Rhône in Frankrijk. Ja. Ik hou het niet zout tegen, hè? Nou, leuk dat jullie weer terug zijn. Zoals je ziet hebben we alles afgemaakt, afgebakken. Wat heel belangrijk is, is de vers geschaafde serranoham. En die draperen we en dat heet de Inox wijze. En dat wil zeggen, je laat hem vallen. Je draait hem één keer rond en je laat hem op het gerecht vallen. Je laat hem op het vet vallen, dat is best. Op het vet, ja. Zeg maar, je het vet niet ziet, maar dat hij er wel op valt. Dus je pakt hem zo, zeg maar, leg hem neer, dan draai je hem één keer rond. Ja, en dan zie je het vet niet meer. Bijna niet meer. En, dat is de Unox-wijze. De Unox-wijze, ja. En dan bedoelen we dus niet de Unox mee zoals we die, zeg maar, de worst kennen, maar gewoon de Unox met KS, zeg maar. En Unox, waar is dat van afgeleid? Unox was een wereldberoemde serranoham snijder uit de 18e eeuw. Die was een ambachtelijke snijder, was dat? Ja. Met, rasper. Is die lekker, dat, de serranoham? Die serranoham is heerlijk. Zacht van smaak, noterig. Noterig. We hebben ook nog wat noten. We weten alleen nog niet of we dat gaan gebruiken op het gerecht. Zijn die dingen... Dat moet een feeling zijn, dat is één keer Ga je dat doen of niet? Je hebt het altijd klaarstaan, volgens met alles. Kijk, we doen het dus toch. Wat doen we dan? Als een feeling is een touch. Zeg maar. Ja. Dan moet je altijd houden, dat je niet naast het vet valt. Dat is best. Toch? Nou, zoals je ziet is dit gerecht ook, ik wil even laten zien, ook prima voor vegetariërs te maken. Er zit geen dressing op de sla. Want daar zitten anchovies in. En we hebben ook geen serranoham gedaan. Nou, ik vond het heel erg leuk dat jullie deze week waren. Klein druppeltje. Heel belangrijk. Truffelolie. Of truffelmoes. Kan ook gebruikt worden. Wij hebben vandaag olie. Waarom? Ja, waarom niet? Ja, waarom jullie voor olie gekozen en niet voor truffel? Nou, dat is niet echt een keuze geweest, lieve schat, maar de truffel staat op dit moment op 2700 euro per kilo. Dat vond ik net eens te veel geld voor een Bourgondisch gerecht. Ja. Dus we hadden iets van, nou, weet je wat we gebruiken? Daar ben ik het niet mee eens. Okay. En aangezien team ex-Talpa ook niet zoveel betaalt.